Goedemorgen, welkom weer hier bij een nieuwe aflevering van Zo lukt de douche. Altijd om 10 uur 's ochtends zijn we live hier op Smilweb te bewonderen. En in dit programma beantwoord ik vragen van kijkers. Dus als jij een vraag hebt, stel hem vooral hieronder. Dan maken we daar een leuk filmpje van. Ik sta in mijn handen met een mango, want hier was ook een vraag over. Het ging over van hoe kan je zien dat een mango rijp is? Hoe moet je die nou pellen, schillen? Hoe werkt dat precies? En wat is het handigst, zeg maar? Want er zijn natuurlijk legio manieren voor. Dus dat wil ik zo meteen even laten zien. En dan gaan we natuurlijk ook meteen een gerecht meemaken. Dus het idee is, zeg maar, om een picknicksalade te maken voor als je lekker op stap gaat. Dat je ongeveer dit, zeg maar, mee moet nemen. Zo ziet er super gezellig uit. En hiermee gaan we dan een lekkere salade maken. Dus dat ga ik je laten zien. Nou, die mango dus. Nou, hoe werkt dat nou precies? Je kunt aan de schil of aan de kleur van een mango eigenlijk niet zien of die rijp is. Want als je een mango plukt van de boom en hij is nog groen, dan zal die ook echt groen blijven. Of geel of rood. Dus daar kan je niet aan zien of die rijp is. Wat moet je nou doen? Je pakt die mango in je handpalm, eigenlijk net hetzelfde als met de avocado van vorige week. En je drukt gewoon heel voorzichtig. Als hij dan een klein beetje meegeeft, zeg maar als een tomaat, dan is die rijp. En als die wat harder is, dan moet je hem gewoon nog eventjes rustig laten liggen, want hij wordt vanzelf rijp. Dus knijp niet te hard in de supermarkt, want dat is niet aardig. Als je hem dan teruglegt, dan krijg je van die beurzen mango's en dat zou zonde zijn voor de volgende die hem oppakt. Dus doe daar voorzichtig mee. Nou, dan heb je natuurlijk allerlei verschillende snijwijzes. Dus ik wilde even een paar dingen laten zien. Daar heb ik maar een paar dingen voor nodig. Een lepel, een dunschiller en een mes. Nou, wat ga ik hier nou mee doen? Dat wordt heel interessant. Ik wil je dus drie manieren laten zien waarop je deze mango kan schillen. Nou, dan moet je nog iets weten over de anatomie van de mango. Je hebt een brede kant en een platte kant. Zie je? Breed en plat. Eigenlijk zo is die een beetje langwerpig zo. En zo is die lekker een beetje rond. Nou, de pit zit in het langwerpige gedeelte. Die gaat zo door die hele mango heen. Hier zit de pit, in het midden. Helemaal door. Dan wil je natuurlijk dan om die pit heen zoveel mogelijk vruchtvlees wegsnijden. Nou, daar zijn een paar manieren voor. Dus wat ik eerst ga doen is eventjes een stukje van het kopje wegsnijden, niet te veel. En van deze kant. En dan zet ik hem weer rechtop. Ik wil je dus een paar manieren laten zien. Nou, wat je kan doen bijvoorbeeld is met je mes mooi langs die schil naar beneden. En daarom heb je dat platte vlak nodig, hè, zodat die mango niet alle kanten opvliegt uit je handen. En ik duw eigenlijk gewoon mijn mes naar beneden. Dus als je een scherp mes hebt, kun je dat heel goed doen. Nou, dan heb je ook nog een dunschiller. Als je nou zo'n echte goede dunschiller hebt, een lekkere scherpe, dan kun je ook die schilletjes gewoon zo van je mango afhalen. Zie je, dat kan ook heel makkelijk. Het enige, dan krijg je wel een beetje plakkerige vingers van dat sap, hè, dat aan je vingers. Dus je moet wel uitkijken dat je hem goed vasthoudt. Wat ook nog kan, is dat je de helft van die mango al afsnijdt. En daar heb je dan een lepel en een mes voor nodig. Dan snij je de mango in. En kruis je hem. Dus eigenlijk net als met een avocado doe je dat ook. Dan pak je een lepel en dan schep je eigenlijk het vruchtvlees zo. Ik houd het schilletje heel eruit. Dat is manier 3. Tadaam! Zie je, dus er zijn eigenlijk meerdere manieren om dit lekker netjes te doen. Nou, ik zal deze nog eventjes eraf snijden zo met mijn mes. Wat je dus ook kan doen als je hem dus zo pelt, zeg maar, en dus hem heel laat, is dan deze kant eraf snijden. Je voelt vanzelf al waar die pit zit. Deze inplakken. Pas op voor je vingers. Zo. Nou, dan heb je hier nog die mooie pit over. En er zit eigenlijk nog wel wat vruchtvlees aan vast. We hadden al gezegd, hè, die pit zit in het midden. Ik zal dit nog eventjes afhalen. Henry vraagt dus of het ook met de kaasschaaf kan. Dat doet hij altijd komkommers op. Henry, ja, tuurlijk kan het met de kaasschaaf. Als je een goede scherpe hebt, dan zeker. Absoluut, goede tip. Nou, die pit dus, die zit dus hier in het midden. Hè. Dat hadden we net al besloten. En die pit die loopt een beetje zo. Dus hij loopt een beetje schuin weg, zeg maar. Dus wat je kan doen, is je mes vasthouden, dan nog schuin naar beneden. Snij je van de zijkanten
dat vruchtvlees eraf. Draai de pit om. Doe je hetzelfde. Schuin naar beneden. En je voelt vanzelf de weerstand waar die pit zit. Dan snij je gewoon een beetje langs. Nou, kijk eens aan. Best wel veel vruchtvlees nog van mango, hè? Deze snij ik dan nog eventjes mooi in blokjes. En dan komt het idee van die salade. Ik had me dan voorgesteld, als je gaat picknicken, hoe je dat moet doen. Dus ik heb hier al wat mango gesneden. Ik zal dit er eventjes bij doen. Dat je dan alles in bakjes doet. Of zakjes. Wat je voorhanden hebt thuis. Zo. Nou, dan heb ik hier dus een bakje met mango. Ik heb hier een bakje met wat pitjes. Granaatappelpitjes, dus nog meer pitjes, vind ik leuk. Een bolletje mozzarella. Natuurlijk lekkere buffelmozzarella, moet wel lekker zijn, hè. Een zakje veldsla, gewoon al gewassen thuis. Een flesje balsamico crème, dus wat dikkere versie, een beetje stroop. En wat heerlijke parmaham. Nou, dit zijn de ingrediënten voor een waanzinnig lekkere picknicksalade. Deze stop je gewoon bij je man, je vriend of je kinderen in de rugtas. Oh, goed idee eigenlijk. En dan ben je op de picknicklocatie en dan gaan we aan de slag. Want dit heb je dus eigenlijk allemaal al thuis gedaan. Het is heel makkelijk. Nu gaan we snel hoor. We zijn bijna klaar. Lekker die sla eruit op je schaal. Heerlijk. Wat mango. Nou, omdat je hem dan al gesneden hebt en vervoerd hebt, is die lekker sappig, zeg maar. Dat sap is een beetje los daarvan. Dus dan, die maakt eigenlijk de sla al een beetje aan. Dan granaatappelpitjes. Topkleurtje natuurlijk. En lekker. Zit een beetje knapperige bite in. Zo eroverheen. Mozzarella. Scheur je met je vingers in stukjes. Om een beetje dat leuke rommelige effect eigenlijk te krijgen. Dus geen plakjes. Als je dat wil moet je natuurlijk doen hoor. Maar ik vind dit altijd er leuk uitzien. Zo. En dan die ham. Zo. Eruit. En die ham, die wil ik eigenlijk een beetje in een soort roosjes, ook niet al te netjes, daartussen doen. Zo. En als jij nog een goed idee hebt voor een zomerse salade, laat het ons weten. Heerlijk. Daar krijg je zo'n trek van. Nou. Zo dus. Lekker. Al die smaakjes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit aan de kant. Nog een paar van die pitjes eroverheen. Dan wat balsamico crème. Gewoon uit het flesje. Niet moeilijk doen. Beetje goed heen en weer. Niet bang zijn. Je zit waarschijnlijk toch op het gras. Dus spet het er wat naast. Nou ja, dat maakt niet uit. Wat van die pitjes eroverheen. Die je thuis lekker even hebt geroosterd. En kijk eens aan. Een heerlijke salade. Met super makkelijk gesneden mango. Granaatappelpitjes. Prosciutto di Parma. Buffelmozzarella en balsamico crème. Heerlijk toch? Ik ga er zo meteen van genieten met mijn collega's hier op de redactie. Het recept zetten we zo meteen boven het filmpje. En laat ons hieronder nog even weten wat jij voor mooie salade maakt als je gaat picknicken. Doe nog even een like, een duim, een hartje of iets anders grappigs. En dan zien we jullie morgen weer. Dankjewel voor het kijken.